definitie van klimaat is heel eenvoudig. Het gemiddelde weer van een land of streek van de voorbije 30 jaar. Dus de gemiddelde temperatuur, de wind, hoeveel regen en sneeuw er is gevallen, de luchtdruk. Dat allemaal samen over 30 jaar bepaalt het klimaat. Wij wetenschappers onderscheiden 6 klimaattypes. Bij ons spreken we over een gematigd klimaat. Meer naar het zuiden is er een droog en een tropisch klimaat. Meer naar het noorden spreken we over een landklimaat en een poolklimaat. En er is ook nog een bergklimaat. Maar zoals iedereen intussen weet, kan het klimaat of die klimaten veranderen. Momenteel zijn we aan een wereldwijde opwarming bezig. Dus de gemiddelde temperaturen van de verschillende klimaten zijn allemaal aan het stijgen. Klimaat wordt vaak in één adem uitgesproken met een andere term. Milieu. Toch zijn klimaat en milieu niet hetzelfde. Klimaat heeft met het weer te maken. Milieu is veel ruimer dan dat. Het milieu is onze volledige biologische omgeving. Dus niet enkel het weer, maar ook de grond, het water en de lucht om ons heen. Dus klimaat en milieu zijn niet hetzelfde, maar het milieu wordt wel beïnvloed door het klimaat.